It didn't seem like 17 hours. It seemed like sort of went in a heartbeat, got some sleep, watched a movie, had a great bite to eat. I'm just going to say congratulations to all of you because this is a really significant moment in Qantas's 98-year history. De 787 Dreamliner van de Australische luchtvaartmaatschappij vloog in iets meer dan 17 uur rechtstreeks van Perth aan de westkust van Australië naar Londen. Een afstand van bijna 15.000 kilometer. 70 jaar geleden deed je daar nog 4 dagen over, omdat er 6 tussenstops nodig waren. In de laatste jaren had je altijd zeker 1 tussenlanding nodig, in Azië of het Midden-Oosten. Qantas is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die zo'n non-stop lange afstandsvlucht kan uitvoeren. Qatar Airlines heeft een rechtstreekse vlucht van Doha naar Auckland in Nieuw-Zeeland. En die vlucht is net iets langer.